Yo mensen, vandaag gaan we weer een nieuwe video doen. Deze keer gaan we creatief doen. En we gaan allebei iets moois bouwen, omdat jullie moeten gewoon zien wat onze bouwkunde zijn. Want we bouwen dat gewoon een keer. En jullie dat zien. Hey, ik was intro aan het doen. Jullie moeten dat gewoon een keer van ons zien, maar we hebben best wel goede bouwkunde. Oké, ik ga daarheen, doei. Je moet tegenover elkaar staan. Let's go. Ik ga hier. Goed? Hier. Kom om. Ik wil niet bij dieren. Ja, hier is echt een dier. Kom. Bouw. Wat gaan we maken? Dat moet je eerst weten. Ik ga een huis bouwen. Ik ga ook een huis bouwen. Wauw. Perfect. Thema van. Jongens, deze delen. We gaan twee delen doen. Thema. Ja. Huis. Oh. Maar of we gaan deze. Maar we gaan dit wel vaker doen. Dus zeker. Maar nu gaan we dus een huis bouwen. Een andere keer gaan we iets anders maken. Ja. En ik gebruik voor mijn huis een spaanhout. Ik een kwart. Hij mag geen kwart. Mag. Dat is een poesie. En doen we echt voor de dikke poesie, hè. Oké. Dan doe ik. Die vind ik wel mooi. Dan doe ik ramen. Zo, dan begin ik hiermee. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh. Wij zijn meestal stil met onze bouwkunsten, dus jullie kunnen gewoon genieten. Ik heb mijn hele huis al verpest. Echt waar? Wat heb je gedaan dan? Oh, die leed of wat zo irritant. Oh, dan moet je goed tellen. Ja, jongen. Tellen is altijd belangrijk. Heel belangrijk meestal. Tellen doe ik ook heel vaak fout, maar deze keer doe ik het goed. Ga je maken nog steeds een huis? Ja, dus vandaag is het thema huis. Dus wie zal het deelgenomen aan de like squad? Niemand moet deelnemen aan de like squad. Nee, aan dit squad. Nee, de like squad. Nee. Dat doen we nog later. Maar kijk eens wat een prachtig dingetje. Volgens mij is het kei lelijk. Ja, het is gewoon keihard lelijk. Gewoon echt keihard lelijk. Tegenover elkaar. Oh, je hebt een ander soort huis dan mij. Ik heb maar één deurkant. Ja, we zien wel wie de mooiste huis heeft. Jullie mogen in de comments achterlaten wie het mooiste huis heeft. Nick of Stef? Ik denk ik natuurlijk. Hè? Jongens, ik heb het mooiste huis. Toch? Dat weet je niet. Nou? Die systeem is vrij. Nee, dat zal ze nooit doen. Oh, niet zo dit glas. Anders wordt het glas. Deze. Ik heb wel echt bruin glas. Godverdamme. Nu weet ik hoe ze gaan winnen. Oh, moet ik weghalen? Nee. Nee, grapje. Ik doe rood glas. Oh, voor
van de boterham ook iets maken, hè? Als we het huis niet af hebben, ja, dan moeten we gewoon 3 of 4 delen doen, hè? Tot we het huis af hebben. Oké. Ik vind het deurgeluid echt heel irritant. Jij dan? Wacht. Ik vind dat echt heel irritant, dat deurgeluid. Vind je dat niet irritant of zo? Het is zo mooi in deze wereld. Oké, we moeten focussen op het huis. Niet focussen op de wereld. Wacht eens eventjes. Bij een huis. De mooiste huis van de hele wereld. Hoort er een rode loper. Spanje. Zo. Kijk eens aan. Hier nog eentje en daar nog eentje. Kijk eens aantjes. Maar Stef gaat van blauw glas. Ze hebben alles goed daar. Ik vind het rotgaard altijd best mooi, maar ik heb liever blauw. Stef gaat deze keer voor blauw. Wow. Oh, hoi. Moet ik aan de gezelligheid denken van het huis, hè? Hm? De gezelligheid. Ja. Daar reken alles mee. Ja, kijk, daar reken alles mee. Nou, omgeving. Dat was zeker. Hoop ik wel, ja. Of wat? Als we wel kijkers hebben. Ik denk niet zomaar met de eerste paar video's dat we al kijkers hebben. Maar later krijgen we zeker kijkers. Top. Ja, zeker. Hoe heet die ook alweer? Die ene beste YouTuber van de wereld? PewDiePie? Ja. T-Series. T-Series nu bijna over de muziek heen. Het is gewoon muziek. Maar, PewDiePie. Ja. Die maakt toch ongeveer 7 video's per dag? Zoiets? Ik denk het ongeveer. Nou, jongens, zou je vertellen, dat doe ik ook al bijna. Nee. Ik ga in ieder geval over een paar jaar, dan weet je zeker dat ik al een stuk of 5000 video's op mijn kanaal heb staan. Dat wordt wel heel erg leuk. En jullie mogen lekker meekijken. Met een heel raar stemmetje. Nee, ja, die deuren. Ik mag je tips geven. Ik zou deze deuren doen, want die is echt mooi. Weet je welke deur ik het allerlelijkst vind? Ja. Ik vind deze. Die andere, die daar in de rechts. Ja, de deze ook. Nee, deze. Ja, doe maar. Weet je dat je bij... Jongens, wij gaan ook wel een keer speluitleg doen. Dat is ook een map. Maar dan moet je dus eigenlijk speluitleg. Dan voor jullie en niet voor ons. Maar dan kunnen jullie ook meer weten over Minecraft. Als je geen Minecraft spelen. Speel Minecraft, want het is echt leuk. En Apex en Rocket League natuurlijk. Rocket League is eigenlijk met je een auto. En dan gaan Stef en ik vast... Stef en ik gaan nog wel een video doen met Rocket League. Vandaag in ieder geval niet. En... Dan moet je eigenlijk met een soort van auto. Dan kan je eigenlijk auto's uitkiezen en zo. En banden en zo. Ja. En de kleurtjes erbij. En de plakkertjes en zo. En dan moet je eigenlijk tegen een bal aan schieten proberen in een ander goal. En dan heb je ook allemaal andere activiteiten. Zoals sneeuwdag. Of sneeuw dus. Hoor je zo. En was ook met vakantie was er ook een hele leuke ding. Dat was met een stekelkoeg was onlangs. Daar hebben we in de forest veel gedaan. Mijn laatste puntje. Ja, dus we gingen 4-4. Toen ik terug naar elkaar met 3 noobjes erbij. Ja, dat waren groentjes en die zijn heel slecht. En alleen maar stekels. Ja. Kijk, mijn huis is zo mooi. Ik ga beginnen met
een tafel. Ik wil een tafel te zijn waar ze kunnen ontbijten en zo. Ik weet wel wat ik bedoel. Dan hebben we een heel grote tafel. Zo'n grote tafel ongeveer. Ja, ja, ja. Weet je wat ook cool is? Gewoon een computer maken. Wow. En deze van de computer. En dan doen we hier nog een computer. Zo. En dan zo. Jongens, jullie denken misschien. Huh, dat is toch geen computer? Nou, dit heb ik van Stef geleerd. Hoe je een echte computer kan maken. Niet twee bij elkaar. Dat is wel een mooi meer. Als je twee bij elkaar gaat doen. Nou, ik vind het zo wel leuk. Ja, hier, dit is eigenlijk de muis. En zo, ja, waarom is deze zo en deze zo? Hè? Huh? Echt waar. Maar in ieder geval. Want die weet wel, als je honger hebt, heb je zin in een taart. Dan moet ook taart op tafel staan. Je bloemen. Zo. Hi. Die dacht, ik ga even kijken in je huis. Mooi. Lelijk. Grapje is wel mooi. Die van mij is mooier. Wie zegt dat? Hm? Wie zegt dat? Ik heb. Oh! Wow. Oké, dit is wel een hele grote boekenkast. God, Nick. Ik ga dat boeken lezen, hè? Nee, ik dacht dat het leuk was, maar gewoon niet. Nee, dat is echt niet mooi, denk ik. Nou ja, persoonlijk voor mij vind ik het heel lelijk. Ik ook. Persoonlijk, hè? Persoonlijk is het mooi. Nee, ik dacht dat het anders was. Nee. Ik dacht, oh, is wel leuk, maar... Dan kan je beter op deze volgorde dat dan doen. Nee, dat is nog zo heel leuk. Nee. Maar jongens, in ieder geval, dit wordt het einde van de video. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie de volgende deel weer. En zometeen... Ja, we gaan gewoon zo meteen weer deel 2 doen. Dus dan zie ik jullie later. Adios.